Oké, tijd voor een klein verhaaltje. Hoe kom ik aan dit litteken? Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we donderdag. Mijn autootje is toch weer mooi. Behalve hier, want de stofzuiger was plat. Goedemorgen, het is trouwens 7:45 en ik ga gaan zwemmen. Ik ga zo vroeg gaan zwemmen omdat je anders met heel wat scholieren in het zwembad zit. En dan moet je heel de tijd op zo'n mini baan zwemmen met wat je zo net niet kan passeren. En dat is echt vreselijk irritant, dus ik ga nu al gaan zwemmen. We zijn aan het zwembad, het is nu 7:45 en ik denk dat ik nog heel leuk Musical.ly ga uploaden, want ik ben dat deze morgen eigenlijk een klein beetje vergeten. En ik had graag nog een upload vandaag, dus daarmee. Om net fietsers langs te passeren, dus ik ga maar doen als ik, of ik niet tegen mezelf aan het praten ben in de auto. Hey, net gezwommen. Ik heb altijd echt heel erg veel dorst na het zwemmen, dus ik pak. Dus ik pak altijd een goede fles water mee. Passeerde trouwens niet laat iemand van het zwembad langs mijn auto, dus even gestopt met babbelen. In de hoop dat ze mijn camera niet zien op het dashboard. Awkward. Oké. Ik heb een berichtje gekregen van mijn mama dat ik naar de Colruyt moet. Dus we gaan eerst naar de Colruyt en dan naar huis. Het is nu 9:45 trouwens. En ik heb heel erg goed gezwommen. Wel een nadeel dat ik totaal niet goed in mijn auto heb afgedroogd na het wassen. Waardoor dat er nu zo echt van die vieze vlekken op zitten en mijn raam vol spekkels. Maar ze zien vreemd uit, dus dat komt goed in orde. Het is 10:30, we zijn terug thuis. Ik denk dat ik nog een paar vlogs ga proberen editen. Als ik geen uitstaalgedrag heb zoals gisteren, dan gaan we dat proberen te doen. Het is nu 12:30 ongeveer en ik ga vertrekken naar het werk. Ik heb nog vlogs bewerkt als ik thuis gekomen ben en ik heb lasagne gegeten. Ik heb het vlogs bewerken niet gefilmd, omdat mijn vlogcamera plat was. Dus. Maar het is goed gegaan, het is goed gelukt. En ik heb ook ondertussen mijn week overzicht op Instagram online gesmeten. Laat trouwens hier even in de poll weten of je die leuk vindt. Of dat ik die moet blijven maken, want ik vind het wel leuk om te doen en te zien. Maar het pakt wel heel veel tijd. Het heeft geregend, enkel en alleen maar, en speciaal omdat mijn auto goed gewassen zou kunnen zijn. Allee, dat geloof ik. Ik heb trouwens net een bus opgekrapt, dus dat is minder goed. Maar we zijn klaar om naar huis te rijden na vandaag. En morgen ga ik ook veel vloggen, want morgen moet ik maar een halve dag werken, enkel in de voormiddag. Maar dan wordt het... Ja, ik moet morgen enkel in de voormiddag werken, omdat ik zondag ook moet werken. Kijk, irritante bloedende puist. Ja, gitaar ook nog wel, maar zo. We zijn terug thuis en dit is volledig onschuip, omdat ik helemaal achter mijn stoel zit en mijn camera heel slecht heb geplaatst. Maar dat is oké, want het is nu... 12:55. Ik ga iets posten op TikTok.
En dan ga ik vlogs verder editen, denk ik dan. Ik ben nog niet zeker, denk het wel. Voor mijn dagelijkse TikTok squad. Dit was mijn briefje van vandaag. En nu mijn outfit voor morgen uitzoeken. Ik heb mij hier trouwens verbrand vanavond. En het verhaal is echt super stom. Ik weet niet of ik zelf of ik het durf te vertellen. Het is echt zo lomp. Dit is mijn outfit van morgen, die zwart gebreide trui en een oranje toffe broek. Oké, tijd voor een klein verhaaltje. Hoe kom ik aan dit litteken? Ik heb dus mijn gezicht verbrand, want ik was vanavond een croque monsieur aan het eten met tomaat, light kaas en zo van die light smeerkaas. Super lekker! Maar opeens kwam er dus bij een hap of een bijt een tomaat mee. En die was op tegen mijn kin, maar doordat die tomaat zo warm had, heb ik mijn kin verbrand. Dus Phoebe heeft haar kin laten verbranden door een tomaat. Nu moet ik denken aan een super leuke cartoon genaamd Fucking Tomaten. En ik ga hem hier even in beeld zetten voor jullie. Dit is echt zalig. Het is een ding van dit. Ooit gekocht in de Action. Met allerlei tussenstekjes. Maar dit is zo'n massage tussenstekje. Echt zalig. Maar wel niet op de grootste stand. Wel niet aan te raden op verbrande plekjes, want dat doet pijn. En nu gaan we tutjes doen, denk ik. Nog even mijn kaarsje, die echt goede vlam heeft. Zo, bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder op Phoebe Vlogs. Elke dag een nieuwe video. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Tot!